eerste kandidaat. Ah, we hebben een tweede kandidaat. Hier, kameraad. Dat komt zeker goed, want er komt iemand met nog een grotere lach naast mij. Hoe is het met u? Ik heb er heel veel zin in. Man met de rugzak. Yes. Het duo, godverdomme. Hier zit het enige meisje van de groep. Eén is te laat. Gino is te laat. Ga ik toch even opschrijven, denk ik. Echt even. Ik ben het enige meisje, dat was ook al de vorige keer. Ja. Geeft dat je toch meer stress? Ah, wel, nee, eigenlijk niet. Klein beetje stress, een beetje gezonde spanning, maar ik denk wel dat dat goed komt. Ja, je ziet er zo happy uit, dus ik denk dat jij geen zenuwen hebt, of ben ik verkeerd? Ik denk dat dat net zenuwen zijn. Gaat je een volledig andere aanpak doen dan vorige keer? Ik ga sowieso niet dezelfde nummers draaien. Ik denk dat dat wel een no-go is. Ik ga een volledige drum bass set knallen. Ik kan nog altijd gewoon mezelf blijven. Ik zie wel hoe ik het ga aanpakken. Hang eraf van het publiek. Ik ga nu ietsje harder gaan. Zijn jij verliefd op mij? Een hintje, hè, een hintje. Hopelijk komen die heupjes los, hè. Als je mijn heupjes los krijgt, dan zijn er gewonnen, denk ik. We zijn nog steeds op zoek naar de Tecmec Ultimate DJ samen met de Red Bull Big Bob. Maar zoals de vorige keer doe ik dat weer niet alleen, want naast mij heb ik een prachtige jury samengesteld. Michael Amani, een regular en Snapback. Achter mij staan de 8 finalisten, maar slechts één van hun zal kunnen doorgaan en deze zomer draaien op Dance Division. Camping Keach, Balaton Sound, The Graduates en The Island. De winnaar van deze wedstrijd draait ook onder andere op de Red Bull Big Bob op Doer. Maar vandaag mogen ze nog eens het beste van hunzelf geven hier op de Kiesweek in Leuven. Ja, want zij gaan om de beurten 15 minuten lang op de Red Bull Big Bob moeten spelen. Maar een halve finale zou geen halve finale zijn zonder een extraatje. Straks is dus een opdracht. Iemand van ons gaat hun vragen voor een bezoeknummertje te draaien. En dan moeten zij dan van de losse pols kunnen smijten voor ons. Maar er is nog een opdracht. Tegenwoordig moet je als DJ ook bekwaam zijn op social media en daar hoort TikTok bij. Ze moeten dus een day in the live video maken met een voice-over van maximaal 1 minuut. En die resultaten gaan we dan ook nog moeten bekijken. Ja, het is allemaal wat veel, maar mannetjes, hebben er toch goesting in? My friend Gino, you're finally here. Yeah. What happened? I was in a meeting this morning. Well, last time was crazy. I didn't think I was going to be taken to the semi-final, but here I am, so I hope I will get to the top. So I would say let's go, because in 5 minutes you need it's to be playing. Minutes. Yes, 5 minutes already. So good luck. Oh, mijn Engels trekt echt op niks. Sorry, man. Ja, ik weet het. Gino, good luck, my friend. Hey! Gino begint. En het is even om zeep, want er is even een technisch probleem. Ja, dus de Wimon Sauman is gaan checken, hè. Ça marche. Je trouve pas les playlists de ma clé USB. Je moet wel echt kussen om zo te beginnen, man. Instant stress, hè. Ik krijg al stress in zijn plek. Het lijkt opgelost. We gaan chercher, comme ça. Oui, c'est un peu plus difficile, mais ça va. Et mon français, c'est très bien, hein. Mannekes, wat vinden jullie van een Gino? Zijn playlist stond niet op zijn USB, net als vorige week. Dus het is eigenlijk heel moeilijk om daarover te judgen. Maar dat vertelt ook wel iets over de technische aspecten natuurlijk. Ik denk dat we hem hebben doorgelaten omdat hij op een laptop draait en dat vorige week heeft niet kunnen. Hij heeft het nu nog altijd gegoogeld omdat we het met een USB-stick moeten doen. Dus ja, dat is ook al te laat. Dat is natuurlijk ook wel minpunten. Michael Amani weet er het meeste van, denk ik, van te laat komen op bookings. Ik kom echt nooit te laat. Hey, we gaan nog verder piepen aan Gino. Ik merk dat hij soms de overgang maakt. Hij toont echt zo van, ik maak een fout. Maar het ding is, als je draait, je gaat altijd fout maken. En het belangrijk is om, wanneer je een fout maakt, dat je dat niet laat zien. Oh, ik heb echt al shit meegemaakt. Je ziet die uitval en dan zo. Hey! Zeg dat nog wel wakker of niet? Can you play Ferrari? I'll check if I have it, because all is mixed up in my playlist right now. Hopelijk heeft het. Good luck, my friend. You can do this. Hey. Come on, man. You have to alles hier. Gino, my friends, how was it? Really, really bad. I don't know what happened. My playlist was gone. Yeah, I was completely lost. Why haven't you played Ferrari? I searched it, but I couldn't find it. Breezy boy, got beginning. Breezy boy? Breeze! Ah! Zo moet dat. Hebben we zin in een feestje, Tecmec? Let's do this! Dus
een kleine moeite voor even dit te doen, snap je? Gewoon zo, ook al is er niemand aan het dansen, ook al is er niemand aan het meedoen, beweeg gewoon. Ik ben heel benieuwd naar hoe dat die mensen, of die DJ's ook tegen mij persoonlijk zijn. Het is ook belangrijk dat je gewoon een chille guy of een chille niet zegt. Wat hard is. En nu die BPM elkaar 180 in de schoen, man. Ja, en weet hoe hij mij aan het winnen is, hè? Godverdomme. Ik vraag me af of dat ze ook veel anders shit gaan draaien buiten techno. Ik vraag mij ook even, want vorige keer... Ja. Ik net een commerciële plaat, dus dat is top. We gaan weer even storen, kameraad. Je hebt je Chasing Highs. Chasing Highs. Normaal gezien wel. Goeie DJ. Dan gaan we een keer goed luisteren of het hem dat heeft. Hè. Alright. Ik heb net een verzoekje gekregen. Maar helaas heeft mijn USB-stick dit niet mee. Maar ik heb een ander prachtig TikTok-liedje voor jullie. Zijn jullie klaar om hard te gaan? Heel slap. Mijn naam is Ace en ik ga voor jou je product verkopen. Ik zat in de Scott en nee, ik ga niet overlopen. Eigenlijk moet je altijd zorgen dat je, als je naar het publiek kijkt, dat iedereen hun kop zo is. Oeh. Ja, daar, gewoon. Is dat DJ Breeze? Ik ga nu beginnen spelen, maar ik heb nog feedback over de Breezy Boy. Ze hebben allemaal een kwartier om te spelen en de vorige, El Gino, heeft heel traag gemixt. En hij heeft echt doorgevlogen. Wat nice is, want je hebt maar een kwartier voor je shit te tonen. Dus ik vind nu wel, ik heb echt een goed idee van waar hij op een uur zou draaien ook. Surprisingly echt heel nice, man. Dankjewel. Ik vond het jammer dat ik de aanvraag, het aanzoekje niet mee had. Maar ik heb dan toch mijn andere TikTok-liedje proberen oplossen. Als mensen een verzoek gaan ons vragen, dan gaan we dat ook draaien. Nee, hè. Snap je? Dus... Je moet altijd zeggen, schrijf het op een briefje van 50 euro en kom nog eens terug. Hoppa! Dat jij feedback moet geven over de urban, dus deze is al direct een urban plaat, dus wat vinden? Ik vond het leuk als intro, heel experimenteel. Ja, zie je, het werkt. Michael Almani begint te twerken. Ik zeg dat ze pluspunten krijgen als de eerste persoon die begint te twerken, hè. Dus dat was close by. Heb ik hier twee vrienden van mij mee begonnen? Godverdomme! Zeg, wij komen even een verzoekje doen. Zeg het eens. Welke willen jullie graag horen? The Age of Love van Charlotte de Witte. Okay. Okay. Ik ga er een leuk mashupje mee doen. Perfect, dankjewel. Zalig! Vollenbak! Dat zijn de mannen van Kastenleven, mooi. Lekker! 2-4-6-0! Ik heb gisteren alle kandidaten volledig gescreend online. Allemaal leuke profielen, to be honest. Hij doet ook partyvlogs op YouTube en zo. Hij is wel actief. Leuven, give it up for DJ C-Track! Yay. Ik weet dat de muziek een beetje zacht staat, maar voor degene die een beetje wil feesten, kom wat dichterbij en let's fucking go! Hoppa! Ik moet al geen succes zeggen. Ik zeg ook altijd de shit. Come on, Exception! Leuven, zijn jullie klaar om te springen? Wat is jullie verzoekje? Summertime Sadness van Lana Del Rey. Ik ga kijken. Perfect! Meer moet daar niet zijn. Alright, ik heb er juist een aanvraagje gekregen. Summertime Sadness voor de dames achterin. Alsjeblieft, dames. Wat vinden jullie eigenlijk van zo het microgebruik? Want hij doet dat toch wel veel? Doet hem het goed of? Ik vind het nice, je kunt het toch niet meer doen, denk ik. Hij heeft ook een leuke microstem, wat ook heel belangrijk is. Hij kreeg dus het aanvraagje van Summertime Sadness. Vonden jullie dat goed dat hij dat had gedaan? Of? Hij draait veel drum en bass, commerciële drum en bass, dus wel toegankelijk. En ja, als je dan nog dat ook op je USB-stick hebt staan, dan zijn we wel allround. En dat is uiteindelijk waar we naar op zoek zijn. Alright, Leuven, mijn naam is Exception. Dank jullie wel voor vandaag. Give it up voor DJ Hebe! Ah ja, zie. Kom, moet dat niet meer doen. Kom allemaal een beetje dichter bij deze box staan. Dan horen jullie het allemaal beter. Let's go. Ik vind het nice dat hij de Chimmy aangekondigd heeft. Top, hè? Dat hij het niet alleen om zichzelf gemaakt heeft, maar ook om de artiest die na hem stond. Hoe vond je het zelf gaan? Heel nice. Ik heb weer de boel een beetje afgebroken. Mijn mic is tijdens mijn sets gewoon op de grond gevallen. Foutje van de firma.
Oké. Dat vind ik durven deze. Zalig. De zon schijnt super hard momenteel. En je staat als DJ net vaak op een bepaalde manier boven je paneel. Dat je je scherm eigenlijk net niet kunt zien. Juist, met de weerspiegeling. Dan moet je altijd zo naar voren hangen. Zo. En ik merk dat zij daar last van heeft. Oké, lieve schat, wij komen even onderbreken. Hij heeft een aanvraagje. Ik zou graag UME van Flume willen horen. Heb je dat? Oh nee, ik heb dat niet. Sorry. Heb je nog een andere? Right, heb jij Bonkers? Ja, ik heb wel de remix daarvan. Ja, dat is goed. Trails, Pay for Trails. Ja, perfect. Kijk hoe. Oké, dan kunnen we naar beneden. Baby, you grab my intention. Tension burning fever high. Take me to another dimension. Tonight the rules do not apply. Oh, I can't stop this feeling, baby. Only you can make me come alive. I wake up every day is a daydream. Everything in my life. Ik ben fan van haar, man. Ik vind haar heel leuk. En ik vind dat zij haar wel een beetje ongemakkelijk achter de deks voelt ofzo. Alhoewel dat niet moet natuurlijk. Maar voor de rest, ik vind haar, haar vibe heel nice, man. Ze praat niet zo luid door de micro. Ik versta er niet zoveel van. Dus je vindt eigenlijk dat ze heel hard, heel stil is, heel introvert is ofzo? Ja, als DJ's de micro vastpakken, is dat meestal zo. Dat is eigenlijk ook niet de juiste bedoeling, maar volgens mij zat de micro ook gewoon niet luid genoeg. Maar dan moet je zelf een beetje regelen. Oké, gasten, make some noise voor Medase. Let's go! Deze ken je sowieso. Dat is een goed set. Ja, fucking nice. Ja. Goed sfeer, iedereen was oké. Boekentje, kom. Wij komen iets aanvragen. Ja. Vierweg van Camille. Yes, oké. Oké. Komt er nergens? Ah, dat is gewoon oké. Okay. Yes. Dit is iemand heel blij. Yeah, yeah. We hebben hier een verzoekje gekregen en deze kennen jullie sowieso. Dus kun je met volle borst voor hem meezingen. Let's go! We hebben net het verzoekje gedraaid, dus hebben we gekregen. Dus het is wel heel nice dat ik gespeeld heb. Wat ik heel vet vind is, er staan heel veel vrouwen momenteel hier aan de DJ-boek. Ik speel heel veel urban. Ik weet niet of het bewust is, maar ik moet ook bewust zijn van het feit wat we voor de boys staan, gasten, chicks, whatever. Als er veel guys staan, speelt het wel harder shit. Als er veel vrouwen staan, speelt het wel meer urban. Wauw! Als je een verzoekje draait, heel veel mensen komen dat vragen, gaan dan weg en vergeten. Die horen dat niet als je dat speelt, als je alles afzet. Heel veel zegt van ik kan dat voor u draaien, dan valt dat veel meer op voor die mensen. Dat is wel nice. Maar ik vind het een beetje statisch. Ze lachen niet zo goed. Wat ik spijtig vind, want ze zijn echt sympathieke gasten. Check. Leuven, klein applausje voor Medase. Ik hoop dat jullie klaar zijn om net iets harder te gaan. Dus ik zou zeggen, let's go! Het belangrijkste is dat je shit draait, dat je zelf nice vindt. En dan gaat het automatisch zelf ook gewoon dansen, toch? Als jij techno aan het draaien bent. Mat. Voilà. Als jij slaapmuziek draait, wat je gaat doen, ga je slapen. Ook wel je eigen stijl hebben, vind ik. Techno, urban, whatever. Maar voor deze is het wel belangrijk dat je alles met elkaar kunt spelen. Wij komen even verstoren. Ja. Don't stop the music van Rihanna. Don't stop the music van Rihanna. Ja, ik denk dat dat moet lukken. Merci. Geregeld. In 3 seconden. Klik, klik, klik. I remember you say sometimes it lasts in love. Geen zanger verloren gaan aan mij. Ik vind Impulsive goed. Ik vind dat hij iets te weinig tegen de mensen iets zegt, want we staan hier nog al een paar uur. Mensen verliezen snel aandacht. En ik heb het gevoel dat de mensen zoiets hebben van... er is iemand aan het draaien, maar ik weet niet of dat mensen doorhebben wie het is, snap je? Nee, ik zeg ze... Als iedereen stilvalt, dat je even zegt van, yo, alles goed met jullie? Nee, we hebben al even geen micro gehoord, hè. Oh. Nu net wel. Nu wel. Hij is ook altijd heel happy, hè. Nee, dat is de Reese die begint. Het is iemand anders. Het is iemand anders. Oké. Mijn naam is DJ Reese. En ik ben de laatste DJ van onze Tech Mac crew. En op de laatste keer gaan we knallen. Reese heeft ook echt gigantisch veel R's van zichzelf. Dus dat is wel een pluspunt. Hij heeft ook echt een MC-stem, vind ik.
Want je kunt in de micro praten, maar je moet je stem eigenlijk een beetje vervormen dat dat voor de crowd wat nicer is ofzo. En hij heeft dat wel. De laatste van de dag. No hook 3. No hook 3. Wacht, zeg nog eens. No hook 3. No hook 3. Nee. Maar ik ga iets in de plaats spelen. Ik ga het proberen. Ik ga iets in de plaats spelen, oké? Okay? Is goed. Waarom zijn die man zo vriendelijk zalig? Ey, ame good, ame gasolina. Ame man gasolina. 1, 2, 3, let's go. Volgens mij ga je het hier vandaag tussen twee gasten dat de beste skills hebben. Qua skills denk ik dat tussen hem gaat of C-Track. En ik denk dat hij ook heel goed gaat zijn in de content making gebied. 1, 2, 3, let's go! Zeg je verliefd op mij? Ja, of niet, ik moet nu weten. Ben je aan de cola voor mij alsjeblieft? Vorige week is mijn cd van Billy Perez gestolen. Ik kan daar niks aan doen. Hè. En ik kreeg dan een bak frissie van de Free Record Shop en ook niet goed. Alright guys, dit was de Tech Mac Ultimate DJ Battle. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Geniet ervan, blijf suipen en maak gewoon keiveel plezier. I love you guys, come on! Als tweede opdracht voor de halve finale van de Ultimate DJ Battle moesten de kandidaten een Danelive vlog maken. Ze zijn daar van deze morgen al mee bezig en we gaan een keer kijken wat het dat gebracht heeft. Dat kan ook wel leuk, wat vrienden gemiet. Oké, ik maakte mij dus klaar vandaag, Danelive. Ik poetsen mijn tanden. Dit was het Dane. Eerst nog even naar school. Social media is tegenwoordig heel belangrijk als DJ, want anders heb je gewoon geen platform om te laten zien wat je kunt. Ik ga vooral een beetje letten op het een beetje uitspringen ofzo. Ik denk, day in live video's worden deze tijd echt al heel veel gedaan. Dus ik denk gewoon, als er iets uniek in zit, kan dat bij mij toch al een pluspuntje opleveren. Ik ga vooral kijken of ze authentiek zijn, of dat ze heel vlotjes overkomen met de camera. We gaan kijken naar de eerste. Hoe zijn de wekker ging even, maar hij was toch te laat. Hey, die angles zijn wel goed. Hey, Gino. Volgens mij is in de rechterkant het beste. Oei. Stroom, moeite. Ja, hij is niet zo goed precies. Kader van gisteren, denk ik. Ik vind het jammer dat hij nog niks gezegd heeft. De eerste 3 seconden van die video zijn eigenlijk het allerbelangrijkste. Oh, en matroze hoedje. Dit wil ik eigenlijk als eerste zien. Oh, wow, wel sick. Het was een day in a live vlog, maar er was een beeldje die van vandaag was. Ja, toch? Ik denk dat hij eerder dacht dat het misschien zo een introductie was tot DJ Gino. De opdracht misschien niet 100% juist begrepen. Een day in the life van Gino, maar Gino heeft niks gezegd. Next one. De Ultimate DJ Battle. Oké, ik maakte mij klaar vandaag, day in the life. Ik poets mijn tanden. Wel goed dat hij zijn tanden gepoetst heeft. Ja, want bij sommigen voelt school weglopen, want ik moest mijn trein halen. Geweest vandaag ook. We moesten dus naar Leuven voor opnames van Techmec. En ja, daar was de trein. Ik weet wel dat hij een voice-over gemaakt heeft. In de trein. Mijn mama had ook een broodje meegegeven, mijn lieve tekstje op. Kusjes aan de mama. Shout-out, mama. Toen kwamen de andere kandidaten aan en hier moesten we ons setje draaien. Hier even moshpit met de boys. Even hydrateren en dat was het aan mij om een setje te knallen door de boksen. Let's go. Clementine vond het duidelijk. Heel leuk. Setje was geslaagd, dus daar horen nog een overwinningsdansje bij. Let's go. Ik vond het wel leuk dat hij jullie ook betrokken heeft bij de content en zo. Ja. En voor de rest, goede voice-over. Mocht misschien voor mij zo dat tikkeltje sneller gaan, maar dat is ook heel persoonlijk. Dus voor de rest vond ik het een hele interessante video. Alright, next one. Zoals usual was ik weer veel te laat opgestaan, dus moest ik in paniek opstaan. Voilà, de haardroger. Maken. En dan ging ik nog heel even recordboxen. Ik moest in de Ultimate DJ Battle van Tech. Oh, nog even preparings. Zet na. Daarna in mijn Ferrari te springen en door te gaan. En zoals je kon zien was de sfeer zeker verzekerd door deze prachtige dansers. Dan was het tijd voor de setjes en hier zijn jullie Exception bezig. Hier ben ik even een dansje aan toe met de camera. En let's go, dan was het mijn beurt om te draaien. Dus ik heb alles proberen plat draaien. Ik vind hem echt top. Ik vond de humor leuk, persoonlijk. Ik stond hem niet helemaal goed, maar dat kan ook liggen aan het geluid in natuurlijk. Maar heel zo. Ik vind dat die mens gewoon een en al geluk uitstraalt. Ja, dat is waar. Ik vind die echt top. Yo, what's up iedereen? Dit is ik kan het lezen. Nog beter? Perfect. Juist wakker.
Ik schep mijn water, belangrijk. Water in een glas fruitsap. Fruitsapje. Daarna heb ik lekker ontbeten met mijn hondjes, Balou en Lola. Dat werkt altijd op TikTok. Later kom ik aan in Leuven. Heb je daar wat vrienden gemiet? Technicrew, super tof. Heb je handshakes erbij? Rat. Ik was als laatste. Kleding ging ook heel goed. Let's go. Damn. En dit was het Day in the Life of a DJ. Thanks for watching. Jojo. Ja, ik vond dat nu toe. De beeldjes al top. Ik vond de leuke aspecten in zitten, gelijk die handshakes. Ze waren allemaal zo van, ah, oh, wow, fun. Voor de rest, de angles, ja, 0.5. You can't go wrong with it, hè. Exact, dat was ook wat ik zei, de wide angles. Nee, of niet, of niet. Nee. Vandaag een lekker drum bass setje knallen, dus zoals jullie zien was ik die nog grap even aan het voorbereiden. Hier zien jullie een exception in the wild. Oh, veel is een acrobaat. He's a breakdancer. Oké, dus eerste ongelukje van de dag. Ik kom buiten, ik besef dat ik mijn bus ga missen richting het station. Ik sla mijn enkel over, die doet insane veel pijn, maar hey, stay positive. Daarna ben ik richting het station gegaan. Ik had even dorst, dus ben snel even een Red Bull uit de frigo gaan halen. En zoals jullie kunnen zien, was ik mooi op tijd voor mijn trein. Iedereen erbij betrekken is altijd tof. Even gemeet met alle andere deelnemers van de TechMac Ultimate DJ Battle. En toen was het showtime. Tijdens mijn set heb ik me echt kapot geamuseerd. Ik mocht gewoon mijn eigen ding doen, heb ik ook gedaan. Het zonnetje kwam uit, dus echt zalig. Achtergrondmuziek. Ik heb er twee gedaan. Ik had dat juist niet gementiond, maar ik vond dat nu wel toepasselijk ook, omdat... Dat is een meerwaarde. Hey, mijn naam is Impulsive en ik neem jullie vandaag mee naar de halve finale van de Ultimate DJ Battle by TagMac. Amai, dat was een lange titel. Bon, ik maakte mij klaar om te vertrekken naar Leuven, want dat was de locatie van vandaag. We draaiden... Dat is leuk. Ik vind subtitles sowieso heel nice als dat gebeurt. Ja, dat toont toch zo professioneel, hè? En dat was het altijd voor mijn set. Hier zie je daar enkele beelden van. Ja, dat was volgens mij een 360 camera. Die is speciaal meegepakt. God damn! Kwaliteit speelde. En namens Maar dat is nice dat hij er echt over na heeft gedacht en zo. Dat is echt nice. Dus hopelijk zit ik in de volgende ronde. Heel sick hoe dat iedereen eigenlijk wel gewoon goede vlogs maakt. Ik vind de ondertiteling hierbij echt een meerwaarde. Same. En ook de vibe is eigenlijk ja, een beetje like bij de rest ook zo heel spontaan en dat vind ik wel chill om te zien. Zoals je ziet draaien we op het Ladeuzeplein voor de Ultimate DJ. Maar zie, op zoiets was ik zelf niet gekomen. Hey, nice. Yo mannen, Chris en Kelvin hier. Boys van Midaanse, ik neem je mee in de dag in ons leven. Slokje van mijn Red Bull. Wide angle. Angles. Angles. Even een dansje doen. Go Kelvin. Hier zie je hoe het ging. Wage blonde griet. Ja, ik zou dit echt niet willen zien in de... Een feestje. Oh, was super leuk. Ik heb er echt van genoten. En weer al de wide angle doet. De lat lag vol. Het is ook wel leuk dat hij feedback vraagt van andere DJ's. Ah, merci. Dat was het dan. Invitatie. Erbij. Out. Dat vond ik echt een van de beste zelfs. Good vibe. Ja, leuk. Enkel subtitles heb ik gemist. Ja, nu de laatste, hè. En de laatste is. Hebe. 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 Dat is echt zo'n voorproefje. Daarna zijn we vertrokken. Ben ik met de trein naar Gent gegaan. Aangename stem vind ik. Super blij, ik had er zoveel zin in. Dan waren we aangekomen in... Ze heeft een hele gang mee. Zo blij. Even ik vind echt dronken, top, hè. Natuurlijk. Ze heeft wel echt een vibe. We werden interviewd en dan begon de voice-over is heel goed. We hadden er allemaal super veel zin in. Vibe was er, het was super leuk. Hier ben ik aan het draaien. Het gaat snel, het is leuk. En ook zo snel, dat vind ik zo leuk inderdaad. Een dansje, dat was het, doe. De snelheid van deze video... De beste, maar dat is ook gewoon omdat ik dat graag heb. Nee, same. Ik vind het ook wel belangrijk dat je zo... Want dan blijf je meer aanwezig of zo, zal ik maar zeggen. Spannend. Ik miste wel wat muziek of zo. Dus ik denk dat het geluid heeft uitgezet van haar video, wat een klein beetje de sfeer weghaalde van het draaien bijvoorbeeld al. We hebben net iedereen zijn vlog gezien. We hebben ook hun setje beluisterd daar straks. Ik denk dat we wel een beetje weten wie dat er meegaat naar de finale, toch? Ik denk het wel. Het was moeilijk, maar we weten het. Eerst en vooral willen we allemaal zeggen dat jullie super getalenteerd zijn en dat jullie het allemaal verdienen om naar de finale van de Ultimate DJ Battle te gaan. Maar er kunnen maar vier mensen mee. En de eerste persoon die meemaakt naar de finale is... Reese. Kom maar bij ons. Dan hebben we ook direct de tweede naam die mee mag. Trommelgeroffel alsjeblieft. C-Track. Hoppa! Kom ook maar naar hier. Kom erbij. De derde DJ die mee mag is Reese Mamem B. Professor Breeze. Dat vond ik een goede mop. Goed, hè? Alright, Dreris. De laatste persoon die kans maakt op de TagMac Ultimate DJ titel is... Exception. Woo! Geef elkaar een dikke knuffel en applaus voor jullie ook. Groepsknuffel! Groepsknuffel! Hey, 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 hey.
ja, ik vind het wel jammer. Maar ja, kunnen het ook de anderen. Dus. That is what I expected. So, yeah, I have a lot of fun here with Tag Mag and Red Bull. I'm glad to be the only French-speaking guy also. Oh, I love you, man. I love your vibe. Wow. Het is jammer, maar ja, al de anderen die doorhingen, ja, zeker verdiend. Heel jammer, maar ja, ik heb toch wel vooral trots. Allee, het is vooral trots die overheerst. Ik heb mezelf zien groeien doorheen de wedstrijd. Dus dat is alleen maar een pluspunt. En wie denkt je dat er toch wel de winnaar gaat zijn in jouw ogen? Moet ik dat nu al zeggen? Ik ga daar nog geen uitspraken over doen. Mijn nummer 1 is toch wel Reese. Hij weet wat dat hij doet. En hij heeft er veel hoestingen. Dus zo iemand verdient van mij gewoon om te winnen. Voilà, de 4 finalisten van de Ultimate Tech Mac DJ Battle zijn bekend. Ben jij even benieuwd als mij en wil je erachter komen wie dat de winnaar zal zijn? En wil je dat live meemaken? Kom dan op zondag 14 mei naar de Surfclub in de Pannen en kom er mee achter wie dat de winnaar is. Ciao, ciao!